ben je, Rick? Yes. Ja, ja. Wat zie je? Mooi het pakken van Jubal. Ja. Maar 14 maart, dat wordt een bijzondere dag voor de showband van Jubal. Vertel eens. Klopt. Op 14 maart gaan wij ons allereerste Maestro-concert houden in de Baron in Dedersvaart. En dat gaat echt een heel groot spektakel worden. Maestro is van het bekende televisieprogramma. Ja. Waarbij dus bekende Nederlanders, in ons geval bekende Dedersvaarters, voor een avond met een bepaalde training vooraf voor de showband gaan staan. En daar proberen om in 3 minuten tijd een muziekstuk door te walsen. Met de muzikanten en hopen dat je tegelijkertijd begint en tegelijkertijd eindigt. We gaan kijken of Esmeralda aanwezig is en we gaan haar overvallen en kijken of zij ook mee gaat doen met ons Maestro concert. Ga mee? Ja, dat doen we. Hey. Met een camera. Met een camera. Ja. Strak in het pak. Ja. Dat is niet voor niets, denk ik. En we zijn niet van de postcode loterij. Nee. Nee, sorry. Even voor het beeld even bijzetten. Ja. Oh. Doe het leuk. Ja. Tussen twee mannen. Twee mannen in uniform, wat wil je nog meer? Ja. Ja. Nee, dat kan niet meer. Die was ook niet meer. Hoe muzikaal ben jij? Heel erg. Ja? Niet. Heel erg niet. Dat nee, is ideaal. Heel erg niet. Dan heb je een leuke uitdaging. En dat is? Ken jij het televisieprogramma Maestro? Jazeker. Ja? Wij willen jou bij deze uitnodigen voor zaterdag 14 maart. Om bij ons met Show & Jubal ervoor te gaan staan als dirigent. En met 5 andere bekende Dedersvaarters te strijden om de titel Maestro nou, 2015. Dat moet gaan lukken, dacht ik. Kijk. Ja, nou, welkom. Gaan we doen. Gaan we. Ja, leuk. Dat is een mooie uitdaging. Maar Robin, leg nog eens even uit, want 14 maart dan presenteert de Show & Jubal hun nieuwe muziek? Ja, we hebben een compleet nieuw repertoire. We gaan dit seizoen 2 shows doen. Ja. De Military Band Show in het kader van het 70-jarige bevrijding vieren van Nederland. Ja. En we hebben de Four Seasons. Dan neemt de Show & Jubal de luisteraar kijken mee in een vogelvlucht door de 4 seizoenen heen. Oh, okay. En die muziek gaan we dus dan presenteren tijdens het Maestro concert. Leuk. Nou, we gaan weer op pad. We gaan weer. Ja. Maar we staan nu bij banketbakkerij Dorgelo voor de winkel. En wie gaan we overvallen? We gaan Herman Dorgelo overvallen. Ja. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. In het tv-programma Maestro. Ja, dat ken ik. Ja, dat wordt heel erg hoog gewaardeerd. Ja, precies. Ja, inderdaad. Dat wisten wij ook. Ja. En in het kader daarvan, wij zijn met Show & Jubal ook van plan een Maestro concert gaan doen. Ja. En we zoeken daarbij ook hooggewaardeerde Dedersvaders als gastdirigent. Ja. Dus bij deze. Ga je de uitdaging aan? Ja, dat ga je doen. Kijk. Hartstikke mooi. Welkom aan boord. Welkom aan boord. Oké. 14 maart, Baron Dedersvaart, Maestro Concert met Show & Jubal en Herman Dorgelo. Goed, we gaan nu op weg naar iemand die normaal gesproken zelf mensen overvalt. Wij gaan hem vandaag overvallen, kijken wat hij zegt. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. We komen naar de postcode loterij. Ja. En, goedemorgen. Dat is mooi. Ja. Ja, dat dachten wij ook. Harold, we gaan gelijk de deur uitvallen. Hier zit Alfred, we hebben mee. Ja. Normaal gesproken ben jij degene. Wat ik zeg, normaal doe ik dat soort geintjes. En wij dachten, nou, laten we eens gelukkig hebben. Laten we eens terug doen. Jij en gaan dus beurt. Eventjes Harold aan de beurt zijn. Oké. Okay. Ben je bekend met Maestro? Ja, kijk, je hebt Dancing with the Stars, je hebt Dancing on the Fort, je hebt Maestro op televisie. En we gaan nu Maestro delen voor de organisatie. Kijk, wat leuk! Wat leuk! En bij deze, de vraag aan jou: zou jij de dirigeerst wat de hand willen nemen? Natuurlijk wel. Ja, weet je wel. Super, dankjewel. Nou jongens, we hebben de eerste 3 kandidaten die hebben we al. Ja. Absoluut. Maar we staan nu bij Kerkelijk Centrum De Antenne. Dat klopt. We praten al een klein beetje over de volgende kandidaat. De volgende kandidaat is namelijk hier werkzaam. Ja. En nou, die gaan we nu overvallen en kijken of die op ja zegt. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga met jullie mee. Oké, okay, geweldig. Goedemorgen. We overvallen direct met een camera. Ja. Voor jou vandaag. Hij is allebei in functie. Bij Ja, precies. Het is meer dan niet. Maestro, zeg je dat wat? Ja, het zegt me wel iets. Dat zeg je iets als in? Dat heeft met muziek te maken, hè? Precies. Als ik jullie zo ken, dan is dat muziek. Ja, klopt. En dan nog gelijk vraag nummer 2. Ben jij een beetje muzikaal? Helemaal niet. Dat is perfect. Dat ik vind het mooi, maar ik ben niet muzikaal. Zullen we eens even gaan uittesten op zaterdag 14 maart? Bij een Maestro concert.
Ja, als we met z'n allen af willen gaan, is dat misschien een niet. Hebben wij er vertrouwen in dat het goed komt? Heb je vertrouwen in mij? Ja, absoluut. Okay. Met een stukje begeleiding van onze eigen dirigent. Dan moet het lukken. En een repetitie. Ik moet daarvoor oefenen ook. Ja, uiteraard. Ja, zeker, zeker. Ja. Okay. Krijg ik van tevoren wel het stuk te horen? Ook dat. Dus ik kan me wel helemaal inleven. Helemaal inleven, absoluut. Dat mag geen probleem zijn. En jullie maken het niet zwaar. Niet zwaarder dan nodig. Nee, maar ook niet te makkelijk. Nee, absoluut niet. Het is wel een strijd tegen andere bekende Davidsvaders. Oké, die doen er nog meer mee? Ja, dat gaan we niet. Die zijn mijn concurrenten. Daarvoor kun je best even kijken op Davidsvaart.nl. Oké. Daar staan er allemaal. Heel mooi bruggetje. Ga ik dat doen? Oké. En nou daarna. We gaan er heen gaan. Bij deze. Oké dan. Welkom aan boord. Ja, welkom aan. We zien elkaar. Oké. Zaterdag 14 maart in de Baron in Davidsvaart. Maestro-concert met Showman Jubal. En onder andere Bart Brunessen. Kandidaat nummer 4. Welkom. Oké.